Nou, we zijn hier in Amsterdam bij de Atoomclub. Carlijn, je hebt onlangs een onderzoek gedaan naar hoe corporates samenwerken met de incubators. Ja. Eerst even een stukje achtergrond over jezelf. Wie ben je, wat doe je en hoe ben je uiteindelijk hierbij terechtgekomen? Ja, nou, mijn naam is Carlijn Tempelaars, ik ben 25 jaar. En 2 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen binnen de consultancy. Ik wilde graag erachter komen wat voor soort advies ik zou willen geven en in wat voor soort branche of wat dan ook. En ik heb eigenlijk sindsdien ben ik met heel veel verschillende partijen samengewerkt. Ja, ik ben vorig jaar nog gestart met een master Strategy and Organization aan de VU in Amsterdam. En op dit moment werk ik het meeste van mijn tijd samen met strategiemakers. Nou ja, zij zijn ook gevestigd hier in de Atoomclub, dus vandaar dat we hier zijn. Ja, toffe plek sowieso. Ja. En je onderzoek? Ja, ik moest natuurlijk een onderzoek onderwerp kiezen. En ik ben de afgelopen jaren gefascineerd geraakt door de wereld van de corporates, maar juist ook die van de start-ups. En ik zag beide werelden naar elkaar toe trekken, maar ja. Niet goed wetende op welke manier ze nou eigenlijk samen moesten werken. En wat je ziet is dat de incubators en accelerators reizen als paddenstoelen uit de grond. En je ziet hen een soort middleman functie vervullen. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Dus ik heb gekeken naar op welke manier corporates samenwerken met incubators. Oké, op wat voor niveaus kunnen ze samenwerken? Want ik kan me voorstellen dat het gaat van echt enorm platte sponsoringen en name dropping tot ook echt samen dingen gaan doen. Dus hoe. Ja. Ja, in principe ben ik op zoek gegaan naar de ingrediënten van echt partnerships waar echt alles uit wordt gehaald. En vanuit mijn onderzoek heb ik ook een partnership model ontworpen, wat overigens uit de literatuur kwam, maar geplaatst is in deze context, waarbij je inderdaad ziet dat er 3 fasen zijn van partnerships tussen incubators en corporates, waarbij de eerste echt gericht is op sponsorship. En wat je ziet is dat corporates willen iets met, of die willen innoveren. Ze zien startups om zich heen, ze zien incubators, accelerators. En het eerste wat ze kunnen doen, of wat er vaak gedaan wordt, is: nou, ik sponsor een programma. Dat helpt mij in mijn marketing. En die accelerator of incubator die kan ja, zo'n programma daarvan financieren. De tweede fase in partnerships tussen corporates en incubators heb ik co-creatie genoemd. Als je kijkt naar het verschil tussen sponsorship en co-creation, dan bij een sponsorship is het puur en alleen het geld toeschuiven en op een zijlijn betrokken zijn. Bij co-creatie zie je dat de partijen iets dichter bij elkaar komen. Dat wil zeggen, een incubator vraagt corporates om eens een keer bij het selectieproces aanwezig te zijn van start-ups. Die corporate zegt van: goh, ik kan eigenlijk ook wel een keer hier wat over komen vertellen bij de start-ups of in het programma. Dus je ziet dat ze wat dichter tot elkaar komen. De derde fase die ik heb onderscheiden is de fase van collaborative innovation. En daar zie je dat er echt samen wordt geïnnoveerd. Het gaat dus ook verder dan hun eigen belang, maar ze kiezen een gezamenlijke missie om aan te werken. Dat doen ze samen met start-ups, maar ook bijvoorbeeld partners uit de waardeketen. En met bijvoorbeeld een incubator. Heb je daar ook een mooi voorbeeld van? Ja, het voorbeeld wat ik in mijn magazine ook heb gebruikt, is dat van Yes Delft in samenwerking met de Port of Rotterdam. De Port of Rotterdam wilde niet meer de grootste haven ter wereld worden, maar de meest innovatieve. En ze hebben juist die partnership gekozen samen met Yes Delft. Die de verbinding kon zoeken met de start-ups, maar ze hebben ook partijen uit de keten uitgenodigd om daaraan mee te werken. En wat is daar uiteindelijk uitgekomen of loopt dat nog? Dat programma loopt nog. Er is ook een vervolg daarop gelanceerd een aantal weken terug. Dus ja, dat is nog steeds
in gang. Maar is dan niet dat bij die derde fase uiteindelijk er ook vanuit de corporate een concrete vraag of behoefte komt waarbij uiteindelijk ook de juiste startups worden gezocht? Oftewel dat het veel meer vragen stuurt is dan we gaan samenwerken en zien wat eruit komt? Ja, wat je inderdaad ziet bij sponsorship en co-creation is dat een corporate gewoon aanschuift bij een programma. En bij die derde fase kies je een topic of een sector. Je ziet veel dat een keten dan geïnnoveerd wordt. Dus je kiest een keten met een hoofdsponsor of een hoofdpartner, samen met subpartners eromheen, de incubator en dan die startups. Ja. Ja, en als je dan kijkt van, uiteindelijk is er altijd een gevaar. Hè? Wat je ook zei in de eerste fase, dan is het gewoon puur sponsoring. Mm-hmm. Even heel erg plat gezegd, maar daar komt wel op neer. Als je kijkt, die incubator, die heeft ook natuurlijk meerdere belangen. Want enerzijds heeft hij het geld nodig om de programma's te kunnen doen en om winst te kunnen maken. Uiteindelijk draait het er ook natuurlijk altijd om. Anderzijds heb je de startups die wel, in mijn beleving, heel vaak redelijk intern gefocust zijn. Want ja, die willen zeker ook met de incubator gewoon snel groeien. En daar is ook, die snelheid is ook iets wat een incubator ook ze ja, eigenlijk faciliteert en heel erg op stuurt. Op wat manier kan die rol van de incubator, het lijkt me wel een lastig qua belang. Want enerzijds wil je je corporate tevreden houden, anderzijds wil je die startups tevreden houden. Mm-hmm. Wat heb je daarin gezien? De incubators die ik heb gesproken zijn er echt op gebrand om die startups te helpen. De start-up staat in feite altijd centraal. Dus ze kijken naar op welke manier een corporate waarde kan toevoegen voor de start-ups. Dus dat houden ze altijd in hun achterhoofd. Ja, ja, maar blijft dat inderdaad wel een afweging iedere keer van belang, kan ik mij Ja, en natuurlijk als er net een programma wordt gestart en er is gewoon simpelweg funding nodig om het programma te kunnen ontwikkelen. En die corporate die zegt, ja, ik wil gewoon mijn naam ergens aan verbinden en dan kan ik ook laten zien dat ik innovatief ben. Mm-hmm. Dan zijn die belangen heel snel behartigd. De start-up heeft toegang hebben tot het programma, want het bestaat. Die incubator heeft de mogelijkheden om het programma op te richten. En die corporate die sponsort en kan laten zien, ik ben innovatief. Ja. Dus in dat opzicht heb je wel een succesvol partnership, maar je haalt er niet het meeste uit. En dat is waar ik op heb gefocust. Ja, ja, ik kan me voorstellen, want uiteindelijk daar gaat het ook, ook om. Ja. Maar uiteindelijk zie ik nu ook omheen steeds meer incubators die ook vaker rondom thema's programma's starten. In het begin zag ik heel vaak incubators die echt gewoon, vaak wel tech gerelateerd, maar ja, op zich alles wat tech had en de potentie had om groter te worden, mocht binnenkomen. Nu zie je veel meer thema's rondom bijvoorbeeld energie of rondom healthcare. Is dat ook een soort van voorteken dat ook die samenwerking ook naar een next level gaan, maar ook die incubators hebben begrepen van, goh, we moeten eigenlijk meer bieden dan alleen plat bam logo erop? Ja, nou dat is absoluut een resultaat ervan. Wat je daarmee ook ziet, en dat is ook een van de resultaten van mijn onderzoek. Als een incubator focust op een thema, is het voor een corporate veel eenvoudiger om daarop aan te haken. Ze kunnen intern veel beter verkopen waarom ze zich aansluiten bij dat programma. Dus dat is een hele belangrijke. Ja, ik kan me voorstellen dat is dat ook daar een hele logische in. En uiteindelijk als je kijkt qua culturen, want je hebt natuurlijk enerzijds de cultuur vanuit de corporate en ook daarbij de plussen en minnen. Hè. Plus, mm-hmm. Je hebt dan heel veel mensen achter je, je hebt heel veel kennis, vaak ook veel geld achter je, maar ook trage processen. Dus uiteindelijk daar zitten de plussen en minnen in, ook qua cultuur. Anderzijds heb je de incubators en je hebt de corporates. Op wat voor manier worden die culturen zorgen die corporates, nemen die incubators echt de rol van bruggen bouwen daarin op zich? Ja. Wat alle partijen in mijn onderzoek hebben gezegd, is dat het enorm helpt als ze iemand van de andere kant in huis hebben of dicht bij hun. Dus dat er begrip is voor elkaars wereld. Want uiteindelijk is de wereld van de incubator ligt toch dichter bij die van startups dan bij die van de corporates. Waar corporates veel corporates hebben in mijn onderzoek aangegeven dat ze de taak van de incubator vinden dat ze inderdaad die bruggenbouwer zijn. En dat ze ook startups voorbereiden op een samenwerking met corporates.
En ja, in die zin is die functie van een incubator daarmee wel erg belangrijk. Je moet wel zeggen dat er ook incubators waren die zeiden van nou, dat is helemaal niet onze taak. Die corporate wil misschien uiteindelijk samenwerken met die start-up en misschien andersom ook wel, maar dat zoeken ze daarna wel maar met elkaar uit. Ja. Dus wij richten ons puur op de start-ups. Daar zorgen we voor dat alles op zijn plek is voor hen. Maar we gaan niet ook nog middelen tussen die corporates en de start-ups. Ja, voor mij is ook goed dat ik daar ook echt gewoon een bewuste keuze in maken. Ja. En ik denk ook dat het wel verschilt, want even daar ben ik benieuwd naar jouw ervaring. Uiteindelijk als je kijkt, ik heb pas een discussie op internet, heb ik wel vaker, of iets zit er. Het ging erover dat toen werd op een gegeven moment de fintech-industrie en innovatie werd vergeleken met de Airbnb's en de Uber. Ja. En wat ik toen zei, uiteindelijk, het zijn twee compleet verschillende werelden. Waarom? Uiteindelijk, start-ups zoals vooral ook in deeleconomie, mm-hmm. dat zijn partijen die op zich gewoon zelfstandig kunnen opereren. En eigenlijk niet heel erg veel kunnen of willen, zeker in de eerste fase van bestaande organisaties. Terwijl fintech heel vaak niet op zichzelf kan staan en uiteindelijk juist die match moet maken met de corporates, omdat ze gewoon niet op zichzelf kunnen bestaan. Ze hebben echt de corporate nodig om als klant te zijn. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij JS Delft, er zit heel veel technische dingen in, uiteindelijk alleen maar succesvol kunnen zijn als ze onderdeel worden van iets groters. Ja. Dus kunnen niet eigenlijk op eigen benen richting consumenten staan. Ja. Zie je daar ook een tweedeling in bij die incubators? Nou, wat je zegt is natuurlijk waar. Ja, natuurlijk, gelukkig. Nou ja, de start-ups die... er zijn heel veel start-ups die corporates niet nodig hebben in die zin dat ze niet per se hun product hoeven te testen of dat ze de corporate als klant nodig hebben om verder te kunnen of wat dan ook. Dat is natuurlijk prima, maar inderdaad wat jij zegt, bij Yes Delft zitten heel veel start-ups die juist wel die behoefte hebben om met corporate samen te werken. Daar zie je absoluut verschil in. Ja, een incubator programma duurt, in ieder geval is eindig. Het zit ergens tussen 3 en 9 maanden, maar uiteindelijk dat houdt op. Mm-hmm. Op wat voor manier blijven die incubators dan nog steeds betrokken bij die matchmaking tussen die corporates? Daar heb ik me niet op gericht, dus daar heb ik ook geen idee van. Ja, ik ben het wel heel benieuwd naar. Uiteindelijk hoe ze uiteindelijk ook die volgende stap, want uiteindelijk toen een incubator maar redelijk tijdelijk een stukje is vanuit de opgroeifase van een bedrijf. Ja, als ik er zoiets over zou moeten zeggen, dan je ziet dat die incubators hebben ook allemaal een alumni-netwerk die nog regelmatig bijeen worden gebracht. Ik denk meer dat het dan middels bijeenkomsten wordt gefaciliteerd dan dat daar heel actief op wordt gestuurd. Maar daar, dat zou je eigenlijk aan een paar incubators moeten vragen. Ja, nou, ga ik zeker doen. En als je kijkt naar de rol van individuen in het proces. Want uiteindelijk, als ik ook kijk, want ik loop ook een beetje overal nergens rond in Nederland en daarbuiten. Als je kijkt, zeker ook bij de corporates, zie je heel vaak dat er 1 of 2 mensen zijn die echt naar buiten toe het boegbeeld zijn van het innovatie. Hè? Bijvoorbeeld ABN heb je bijvoorbeeld heb je Menno, je hebt Rauwmak, heb je Harry. Dus als er zijn bepaalde personen die zich echt inzetten daarvoor en die daar ook kunnen zorgen voor die versnelling, maar ook intern ook het vertrouwen krijgen vanuit de board om het te gaan doen. Ja. Dat lijkt me aan de andere kant super tof dat dat gebeurt. Aan de andere kant ook is het nu een gevaar, want wat nou als diegene weggaan, wat is er dan? Oftewel, op wat manier borgen corporates die niet alleen de relatie met die incubators, maar ook de lessen in de organisatie? Ja. Het is een heel belangrijk punt wat je aanhaalt. Ik heb ook getracht om erachter te komen op welke manier je nou kunt meten wat die partnerships daadwerkelijk opleveren. En daar heeft eigenlijk niemand een antwoord op. Er zijn bijvoorbeeld wel, er worden wel doelen gesteld van goh, met het partnership wat we hebben met Utrecht Inc. willen we dit jaar tenminste 2 succesvolle samenwerkingen halen met startups. Nou, als je dat dan aan het einde hebt behaald, is je partnership dan succesvol, ja of nee? Nou, dat zijn, dat is gewoon, in dat opzicht, dat voorbeeld is het wel makkelijk te meten. Want als je 2 succesvolle samenwerkingen hebt, dan heb je je doel behaald. Maar is daarmee dan ook direct je partnership succesvol? Dat is de vraag. En
Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een gezicht zit bij een corporate die, waarvan iedereen weet, als ik naar dat bedrijf wil, dan moet ik diegene spreken. Maar op het moment dat diegene wegvalt, heeft een incubator ook, krijgt hij ook moeite om dat partnership in stand te houden. Want de opvolger kan wel eens vraagtekens gaan zetten bij zo'n partnership. Want wat hebben we er nou feitelijk mee gedaan? Hoeveel geld kost het ons? Wat levert het ons daadwerkelijk op? Dus dat is zeker een risico. Maar dat zal toch de komende jaren ook moeten gaan uitwijzen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, snap ik. En je geeft aan dat uiteindelijk niemand echt weet van wat het oplevert. Dus je hebt wel dat er wel een soort van eigen meetmethode of een aantal doelen hebben gesteld. Ja, dat is wel interessant. Ik kan me voorstellen dat, want heel veel van die grote corporates hebben ook van die eigen venture capital funds waarmee ze investeren in. Want uiteindelijk, misschien, laat ik hem anders stellen, is het niet zo dat uiteindelijk het feit dat er relatief weinig geld naartoe gaat, want bijvoorbeeld een ING, ja, 50.000 euro per maximaal per samenwerking, mm-hmm. is niet heel veel geld. Als je het vergelijkt, zeker met de venture capital funds van grote organisaties, gaat het vaak tussen 2 en 5 miljoen. Mm-hmm. Dat zijn hele andere bedragen. Kan het niet zijn dat uiteindelijk, doordat het om relatief weinig echt geld gaat, hè, uren wel, maar uren die verdwijnen altijd in de massa, die kosten niks voor het gevoel van de begroting, ja. Out of pocket wel. Kan het misschien zijn dat het feit dat de out of pocket kosten van de corporates relatief laag zijn, dat daarmee ook de KPI's die daaraan worden gehangen misschien te soft of te vrijblijvend zijn? Dat zou goed kunnen. Als je mij de vraag zou stellen welke KPI's je er wel aan zou kunnen hangen, het is gewoon moeilijk om te meten. Wat ik daar nog wel aan wil toevoegen is, je ziet dat er vaak extern budget beschikbaar wordt gesteld voor die partnerships. Maar wat vaak wordt vergeten is dat er ook intern budget daarvoor beschikbaar is. Dus het is niet alleen maar het sponsoren van zo'n programma, maar als je er dus meer uit wil halen, dan zul je ook intern middelen en mensen beschikbaar moeten stellen om die corporate of om die start-ups te begeleiden en om ze ook daadwerkelijk te helpen. Of om bijvoorbeeld je interne medewerkers geïnspireerd te laten raken door de werkwijze van de start-ups. En in die zin denk ik dat dat eigenlijk nog een belangrijker aspect is dan dat meten van je partnership. Ja, hoewel ik denk dat het wel meer een soort van algemeen iets is uit corporates met samenwerking met externe partijen. Dat uiteindelijk ook de uitdaging is van op het moment, je hebt in ieder geval, je gaat samenwerken, je hebt een heel traject vooraf daaraan. Op een gegeven moment hak je knoop door, contract getekend, factuur gestuurd en dan. En ik merk heel veel ook in samenwerking met corporates, ook gewoon vanuit de Card Expedition, dat op een gegeven moment contract getekend, factuur gestuurd, het geld komt binnen. En dan vervolgens, dan is er geen intern capaciteit beschikbaar om ook echt de waarde te halen uit de samenwerking die ze eruit kunnen halen. Waardoor uiteindelijk die initiële investering eigenlijk gewoon maar zonder van hun geld is. Ja, wat ook in die zin erg belangrijk is, is dat je inderdaad echt dedicated account management hebt. Zowel van de incubator kant als van de corporate kant. Ik heb ook een corporate horen zeggen van, ik sponsor dit programma bij deze incubator. En vervolgens krijg ik e-mails van alle andere programma's die die incubator ook verzorgt. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik ben geïnteresseerd in dit thema. Hier heb ik ook bewust mijn geld op ingezet. En ik word enorm afgeleid door alle bulk aan e-mails die naar mij, aan mij verzonden worden. Dus dat is ook iets, hè, als je dat je daar toch goed voor moet zorgen dat je die relatie goed bewaakt en dat je er ook samen voor zorgt dat je je gewoon regelmatig de vraag stelt van, goh, zijn we eigenlijk nog steeds, hebben we nog steeds wat aan elkaar of halen we er wel echt het meeste uit wat erin zit? Ja, misschien ook hier voorbeeld dat je ook wel zien dat uiteindelijk de corporate al in fase 2 was, de co-creatiefase, maar de incubator nog in fase 1, oftewel plat gewoon de corporate zien als spaarvarken waar je geld uit kunt halen. Ja. Even heel onaardig gezegd. Ja, en als je dus beter dat partnership managt van beide kanten, dan kun je dat voorkomen, lijkt me. Ja.
Je hebt een paar dingen genoemd, maar wat zijn volgens jou in ieder geval de belangrijkste ingrediënten, ook richting de toekomst, mm-hmm. Die moeten veranderen, willen die samenwerking ook echt van niveau 1 naar 2 naar uiteindelijk naar niveau 3 kunnen gaan? Wat zijn, je noemt een aantal dingen van net, ook gewoon intercommitment rondom concrete vragen, interne account managers, ook gewoon tijd en geld vrijmaken intern om ook echt die samenwerking verder te gaan brengen. Mm-hmm. Wat zijn nog meer punten? Die focus van een incubator op een thema is een belangrijke. Toch ook dat ze zichzelf gaan positioneren als echt die middleman. Een corporate heeft toch echt baat bij als die incubator ook middelt in die cultuur. Aan de andere kant, die corporates moeten ook wel echt bereid zijn om samen te werken met startups. Wil je het meeste uit zo'n partnership kunnen halen, dan zul je toch ook bereid moeten zijn om om met startups samen te werken. En daarvoor verleen je toegang tot je netwerk, je kennis en zowel intern als extern budget wat je beschikbaar stelt. Dus dat zijn wel echt de belangrijkste dingen. En wat je in feite in alle soorten partnerships ziet, is dat je het over eens moet zijn met welk doel je het partnership aangaat. Dat je dedicated account management, dat je daar goed op let. Dat je begrip hebt van elkaars wereld. Het liefst dat je allebei iemand van de andere kant in je nabije omgeving hebt. En dat je elkaar ook op een bepaalde manier complementair aan elkaar bent. Dus dat je dat de corporate kennis kan toevoegen aan de incubator en ook andersom. Ja, goed. Ja. Nee, is ook, ik ben vooral benieuwd, ook maar misschien even een keer voor een volgonderzoek voor iemand die misschien nu kijkt. Is dat uiteindelijk, we hebben nu heel erg over corporates gehad. Ja. Uiteindelijk wat je ook heel erg ziet zijn dat heel veel corporates tegenwoordig ook van die venture capital funds hebben. Mm-hmm. Of zo'n grote fondsen die vaak losstaan van de organisatie of officieel wel verbonden zijn, maar redelijk losstaan van de organisatie. Waarbij ze inderdaad meer in de fase na start-up gaan investeren. Pas bij eentje geweest die ook zei van, goh, weet je wat, we hebben een pot van 100 miljoen. Die gaan we in maximaal 20 bedrijven steken. De voorwaarde is dat het bedrijf zelf al in ieder geval omzet maakt. Mm-hmm. Maar ook dat het bedrijf uiteindelijk ook, dat wij hun eerste klant kunnen worden. En daarmee ook een stukje voorlopen op de rest van de... Ik kan me voorstellen dat uiteindelijk, misschien ook voor het vervolg, want nu heb je natuurlijk heel gekeken naar de relatie tussen corporate en incubator. Ja. Ik gaf eerder aan van, want er zijn heel veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld tussen incubator en startups. Ik ben vooral benieuwd naar uiteindelijk hoe uiteindelijk meer een soort van vierkant kan creëren. Waarin enerzijds dus de corporate, het venture capital fund, de incubator en de startup. Mm-hmm. Ik ben juist heel benieuwd van hoe je op die manier daar de optimale mix in kan maken. Omdat je ook heel vaak die venture capital funds redelijk losstaan van de innovatieafdelingen zelf en alles daaromheen. Ja. Ik denk alleen dat een fonds van een start-up, een fonds van een corporate niet per definitie die relatie met de incubator nodig heeft. Maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, klopt. Ja, heb gelijk. En dat maken. Ja, ik denk wel dat eigenlijk de incubator, dat zijn wel partijen die wel goed zien wat er in de markt gebeurt. Ja. Dus misschien niet direct qua partnership, maar wel qua informatiebron of qua scouts. Om te kijken wat gebeurt er hier in de wereld en wat ze mogen voor ons interessant. Misschien daar ook weer een extra verdienmodel voor de incubators kunnen creëren. Ja. Ja, tof. Hey, en in jouw expeditie, hè, in ieder geval snoep je het zelf al. Ja. Je verhaal is nu gepubliceerd online te lezen in een magazine waar we even het linkje even zullen plaatsen onder deze video. Mm-hmm. En nu, in ieder geval, is daarmee ook voor jou het onderzoek afgerond of blijf je mee bezig? Nee, ik blijf er zeker mee bezig. Ik heb nu ook in samenwerking met strategiemakers het Startup Canvas ontworpen. Dat is gericht op corporates die iets willen doen met startups, maar niet goed weten welke mogelijkheden er allemaal zijn en welke mogelijkheden dan ook welk doel welk doel je daarmee kunt bereiken. Dus daar organiseren we werksessies omheen. En ik ga mijn magazine ook blijven updaten, zodat het gewoon een actueel onderwerp blijft. Oké, tof. Nou, in ieder geval veel plezier met je expeditie. Dankjewel. Hou elkaar op de hoogte, want ik ben vooral benieuwd ook naar de volgende stap en ook hoe je uiteindelijk nog meer gaat leren van die laatste fase. Want ik geloof heel erg in dat uiteindelijk als je over samenwerken daar ook echt
echt de toegevoegde waarde zit. Ja, zeker weten. Lijkt me tof. Dus dankjewel. Dankjewel. En veel plezier. Dankjewel.